Yo kijkers van Eftelingen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van 70 jaar Efteling van toen naar nu. In deze aflevering van 1962 tot en met 1966. We beginnen deze aflevering in 1962, waarin spiegeltje aan de wand werd geopend in het toen nog huisje van vrouw Holle, die daar toen nog stond, zeg maar. Die werd toen gebruikt als Efteling Museum. In dit jaar werd er ook een bouwaanvraag gemaakt voor het sprookje De Indische Waterlelies. Op het begin waren deze schetsen gemaakt, de bedoeling dat ze in het rolschaatsbaangebouw zouden komen, die uiteindelijk ook is verdwenen, maar is uiteindelijk toch op de plek gekomen waar die nu nog steeds staat. Uiteindelijk is deze 3D-ontwerp gemaakt van hoe die nu nog steeds is in het Sprookjesbos en zo is het uiteindelijk ook aangevraagd bij de gemeente. En dan zijn we aanbeland in 1963. In dit jaar werd het Sprookjesmuseum geopend, in die we in 2019 nog kenden als het huisje van vrouw Holle. Hier waren een aantal sprookjes uitgestald, ook heeft Anton Pieck hier veel aan meegeholpen. Onder andere de man met de knuppel zoals je hier ziet, die we ook kennen uit Ezeltje Strekje, Tafeltje Dekje. En dit is ook nog een schets van een open haardvuur in het achterste stuk van het huisje, maar die is uiteindelijk niet meer gebouwd. Hier zijn een aantal schetsen van de dingen die Anton Pieck graag had willen zien. Helaas zijn ze niet allemaal uitgevoerd in het huisje. Wel in het echt uiteindelijk. En dan zijn we aanbeland in 1964. In dit jaar opende de Efteling de Ponymolen. Een soort draaimolen met levende paarden die je gewoon vooruit trekken. En gewoon in een rondje, dus eigenlijk hetzelfde als een draaimolen. Dit is hier een aantal jaar later. En uiteindelijk is hij ook nog gesloopt in verband met de bouw van het Lavelaar. Het was een best mooi carousel zoals je hier ook ziet, al die mooie krullen. Maar uiteindelijk is het toch gesloopt omdat er toch iets nieuws moest komen. In dit jaar werd het beeld van het kogeloog vervangen door een nieuwe bewoner, namelijk de dansende dolfijn. Het was gewoon een dolfijn die in golvende bewegingen rondjes zwom. Hetzelfde als we eigenlijk kennen waar je een muntje op kan gooien. Dit is een schets van Anton Pieck destijds. Hij is natuurlijk niet zo fel van kleur geworden. Uiteindelijk is hij toch wel meer natuurlijk geworden. Hier zie je hem ook dat hij uitgevoerd is en ook in het ding zwom. Ik vond het niet op een dolfijn lijken, maar het ziet er wel grappig uit. Er werd ook een nieuw eet- en drinkkraampje toegevoegd. Het stations koffiehuis. Hier kon je gewoon kleine gebakjes en drinken en natuurlijk koffie halen. Deze lag op de plek van nu het Lavelaar, waar toen ook nog het traptreintjesparcours bij lag. Het bord is nog wel ergens terug te vinden, als ik het goed heb, maar ik weet zo niet exact waar. En dan zijn we aanbeland bij 1965, waarin het glazen kat werd geopend. Die zit op de exact dezelfde plek als waar die nu zit, alleen toen was het nog een losstaand huisje. Uiteindelijk is het hele witte paard eromheen gebouwd en is hij natuurlijk ook grondig gerenoveerd. Hier een aantal bordjes die op de gevel bevestigd waren, die uiteindelijk zijn verdwenen. Er werd dit jaar ook begonnen aan de bouw van de Indische Waterlelies. Het was in eerste instantie de bedoeling dat hij op 1 april 1966 zou openen. Dat is uiteindelijk niet haalbaar geworden. Tom van der Ven heeft uiteindelijk de rotspartijen ook opnieuw ontworpen. Er was extra personeel aangenomen om deze bouw voorspoedig te laten verlopen. Er werd veel met techniek gedaan, wat voor de Efteling vooral een nieuwe stap was in de goede richting. Tom van der Ven en Jan Verhoeven hebben daar een groot aandeel in gehad. En uiteindelijk is de bouw volspoedig en volgens planning opnieuw op een nieuw openingsdatum geopend. En hier zie ik een foto van de bouw aan de binnenkant. De kikkers stonden al op zijn plek, alleen nog helemaal bloot aan de onderkant was nog geen materiaal te vinden. Ook werd hier een van de wachters gebouwd en je ziet wel, het is gewoon bijna 2 mensen groot. Dat is echt wel een flinke hoogte. En dan kwam hij nog op een groot poers te staan waar hij bovenop stond. Hier zie je een schets van de kleine klaroen, waar souvenirs werden verkocht. Die shop zit er nog steeds, alleen hier zie je de ingang van de Indische Waterlelies. Toen was het nog de bedoeling dat die daar zou komen, uiteindelijk is dat niet gebeurd. En hier zie je een foto van de plattegrond, die werd verkocht in 1965. Ik vind hem zelf heel mooi en ik zou hem zelf ooit nog willen hebben. Best gedetailleerd en best mooi. En dan zijn we aanbeland op 1966... waarin de Indische Waterlelies opende op 3 mei om precies te zijn. Hij werd groots geopend
want koningin Fabiola was er ook bij. Hier zie je een foto van het ingangsplein op de openingsdag. Je ziet daar nog een torentje staan, die is uiteindelijk later in 1990 ergens verwijderd, helaas. En ook de oude rotsen, want die zijn natuurlijk helemaal vernieuwd. Hier zie je de poortwachters die buiten de poort stonden toen nog zonder wachten. Het is alleen maar op de openingsdag geweest. En hier zie je dat het geopend werd door de directeur van de Efteling. En een hele stoet aan mensen die natuurlijk wouden kijken bij het nieuwe sprookje, wat een grote stap was voor de Efteling. En hier zie je het decor op de openingsdag. Je denkt het is nieuw, nee, het was de verlichting waardoor die kleur zo mooi is. Je ziet wel dat de kwaliteit natuurlijk tegenwoordig wel beter is geworden. Ook is het waterorgel geopend, toen nog in de oude rolschaatsbaan. Die uiteindelijk is veranderd naast het stoomcarousel. En hier zie je een filmpje van de opening van de Indische Waterlelies, die toen nog zelfs op tv kwam. Mooie waterlelies. Vroeger waren deze bloemen sterren, die samen met de andere sterren 's nachts dansten op het water. Toen op zekere morgen de maangodin hen riep om mee terug naar de hemel te gaan, luisterden er enkele sterren niet. Ze dansten en dansten, tot een heks verscheen en hen voor straf veranderde in waterlelies. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer even en reageer als je dat wil. Dan zie ik jullie vrijdag weer met een nieuwe video. Tot dan!